Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op Vaco Games. En jongens, doe meteen eventjes een like op deze video, want ik heb het vandaag ontzettend hard nodig. Aangezien we weer verder gaan met mijn kweesten naar een een desert? En een jungle, dat zocht ik. Ik ben ondertussen al zo lang onderweg, ik weet ondertussen niet meer waar ik nou eigenlijk naar op zoek was. Een jungle. We zoeken het nog steeds omdat ik dat hout nodig heb voor mijn Minecraft Survival wereld. En ik ben nu al 5 of 6 dagen bezig en ik heb nog geen splintertje, nog geen flintertje, nog geen millimetertje aan jungle gezien. En dat irriteert mij echt mateloos. Ik wil gewoon een jungle hebben, basically. Ik ben nu dus al 5 dagen bezig en ik heb nog niks gevonden en ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Moet ik doorgaan? Moet ik opgeven? Moet ik iets compleet anders doen? Moet ik het misschien aan jullie vragen waar een jungle is? Het kan, maar ik heb ondertussen ook geleerd dat doorzetten loont. Dus dat betekent dat je gewoon echt moeite moet doen om iets te kunnen bereiken. Nou, wat wil ik bereiken? Een jungle. Dat is mijn doel, mijn uiteindelijke eindpunt. Wat is daar de moeite die je voor moet doen? Heel erg lang lopen en heel erg lang zoeken. Nou, dan maar heel erg lang lopen. En dan maar heel erg lang zoeken en dan maar heel erg lang in een boom vastkomen te zitten. Dat is mijn plan. En als ik dat plan kan uitvoeren en ik red dat om gewoon lekker dagenlang bezig te zijn, lekker te lopen, lekker met jullie te kletsen. Waarom zou dat dan niet kunnen? Waarom zou ik dan niet uiteindelijk toch een jungle tegenkomen? Waarom... lava. Cool, man. Waarom zou mijn moeite dan niet uiteindelijk beloond worden? Ik denk dat als ik gewoon moeite blijf doen, dat mijn moeite beloond wordt. Dat denk ik oprecht. En ik ga trouwens eventjes weer een nieuw schuilplaats bouwen. Want ik... vooruit. Nou, weet je, dan mag deze boom eventjes vliegen. Dat is dan eventjes geen probleem. Want ik wil een schuilplaats hebben. En dat wordt echt te gevaarlijk, dus ik heb echt een schuilplaats nodig. 28, daar kan ik wel een goed huisje mee bouwen. Let op, hè. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Ik bouw normaal gesproken altijd van die hele grote huizen, maar ik heb geleerd dat dat helemaal niet nodig is. Kijk, je kan ook gewoon zoiets bouwen. Zo. Hup. Oké, lampje erin. Voor de gezelligheid en de sfeer. En dan zet ik natuurlijk gewoon mijn bedje hier in deze hoek neer. Hop. Nou, is dat gezellig of is dat niet? Ik ga gewoon eventjes buiten kijken. Ik wil even een raampje hebben. Dan kunnen we kijken of het al donker is. Is dit donker genoeg? Denk het nog niet, hè? Ik kan wel slapen hier. Hopelijk geen skeleton die er binnen schiet vannacht. Goed zo. Nice. Oké, got it. En wegwezen. En doorgaan. En doorlopen. En doorzoeken. Dat is wat ik moet doen. Daar is het wel een... Kijk, ik heb dus geleerd, ooit eens een keertje, en ik weet niet of dat het waar is, dat gaan jullie me ongetwijfeld in de comments vertellen, dat er een grotere kans is dat er een jungle naast een... Kijk, dit bedoel ik. Als er nou lava onder had gezeten, was het nu dood geweest. Er was het 5 dagen avontuur voor niks geweest, hè? Eventjes dat we dat duidelijk hebben. Dat duidelijk is. Maar ik heb dus ooit eens een keertje geleerd. En zoals ik al zei, jullie gaan mij dat ongetwijfeld verbeteren als dat niet zo is. Dat er een grotere kans is dat er een jungle naast een woestijn of naast een savanne zit. Dan dat er een jungle ergens compleet random zit. Weet niet of het waar is. Ik weet niet of mensen hem ooit eens een keertje voor de gek gehouden hebben. En dat ik dat nog steeds aan het geloven ben. Maar ik heb zo'n vermoeden dat als ik een woestijn kan vinden, dat ik ook een jungle kan vinden. Gewoon puur omdat het waarschijnlijk naast elkaar ligt. En dit heb ik dus de afgelopen dagen zo ontzettend vaak gezien. Dit soort bossen. Ik weet niet waarom. En ik weet niet hoe. Maar dit soort bossen waren er de afgelopen dagen heel erg veel. En dat vond ik vreemd. Zeker aangezien je bedenkt van in mijn vorige Minecraft wereld moest ik dagenlang lopen voordat ik zoiets tegenkwam. Er was er overal jungle. Nu moet ik overal dit soort bossen tegenkomen. En is er nergens jungle. Het lijkt wel alsof het een beetje omgedraaid is op een of andere manier. Alsof mijn seed zoiets heeft gezegd van, weet je, we draaien gewoon je complete Minecraft wereld om. En we gaan in reverse. We gaan de complete anti-wereld maken van de wereld die je ervoor had. Het lijkt er echt op. Het lijkt echt. En ik weet niet of dat het zo is of dat het aan mij ligt. Of dat ik deze wereld... De vorige wereld heette... hoe heette deze wereld? Wobbleflop, geloof ik. Of Wobbelwereld. En deze wereld heb ik Wobbelwereld 2 genoemd. Of Wobbelflop 2, ik weet niet precies hoe het heette. Maar ik heb in ieder geval dezelfde naam gebruikt. Heeft dat er misschien ook iets mee te maken? Dan omdat ik er nu een 2 in gedaan heb, dat ze de tweede generatie van deze wereld hebben gemaakt. Met alleen maar dit soort bomen. Ja, maar deze seed is anders.
Dit is weer een compleet random seed. De seed heeft niks met naam te maken, toch? Of is dat wel zo? Heeft de seed wel iets met de naam te maken? Kijk, het is allemaal leuk, dit zijn bomen. Allemaal heel tof om als een Tarzan door de bomen te rennen, maar... niet wat ik nodig heb. En ik ben ondertussen zo dicht bij huis, het is echt ongelooflijk. Ik heb één hele grote cirkel gemaakt. En dat was dus niet de bedoeling. Lieber Jenkins! Dat ging net goed! Een klein millimetertje meer naar links of naar rechts. En ik was dood geweest en was al mijn zorg kwijt geweest. Van al dat avonturen. Ik vind dat ondertussen een werkwoord is geworden. Avonturen. Grote, diepe kuil. Daar zal ook geen jungle zijn. Ik avontuur, jij avontuurt. Wij avontuur. Oh, skeleton. Nee. Daar gaan wij niet naartoe. Echt niet. Echt niet. Denk het niet, dude. Maar kijk, hier ook weer. Dark Oakwood bomen. En ik moet denken dat die dingen... Auw. Ik moet denken dat die dingen zeldzaam waren, joh. Ik heb het gewoon compleet vergist. Ik heb me compleet vergist. Ik dacht dat dit soort bomen bijna nooit voorkwamen. En ik ben nou de afgelopen 5 dagen alleen maar dit soort bomen tegengekomen. Bijna nog meer dan dat ik gewone bossen ben tegengekomen. En daar is de volgende alweer. Het is toch... Wat klopt hier niet? Er klopt gewoon iets niet. Er is iets niet goed met deze wereld. Er is geen één jungle. Er is geen één woestijn. Ja, eentje heb ik er gezien. Eentje. En zelfs dat was een heel stuk terug en daar liep ook niks mee. En dan gaat weer dat witte bos gebeuren. Die Birch Forest en die Dark Oak Forest. Ik krijg er ondertussen een punthoofd van. Dit kan toch niet? Dit is toch allemaal... Nou, weet je, laat ik het positief beschouwen. Laat ik zo zeggen, het is wel mooi. Zo kan ik het ook zien. Het is wel mooi dat ik al deze bossen tegenkom. En het is op zich ook wel handig. Want als ik zometeen Dark Oak Wood nodig heb, dan weet ik dat ik het overal kan vinden. Dan hoef ik maar een klein stukje te lopen en dan vind ik waarschijnlijk wel weer 100.000 van die bossen. Dat is goed. En dit lichte hout, dat is ook goed. Dat is ook mooi. Ik heb gewoon echt moeite om dit positief te beschouwen. Heb je het in de gaten? Ik begin dit lopen zat te worden. Kijk, en dan gaat het weer verder. En als we dit bos door zijn, staat er ongetwijfeld weer een Dark Oakwood bos op de stoep. Zo van, hey, mag ik erin? Zoiets zal het ongetwijfeld worden. Ik wil door dit bos heen en ik wil er niet nog één, maar ik ga straks nog zo'n bos krijgen. Dark Oakwood in 3, 2, 1. Ja. Is dit wat ik denk dat het is? Is dit wat ik denk dat het is? Oh yeah. Dit ziet eruit als een jungle. Steken nog. Het is een jungle. Bam. Jongens, doe even een like op deze video voor doorzettingsvermogen. Wauw. Dit is wat ik wilde hebben. Jungle, nice. Oké, gaan we. Ik heb nodig een bijl. Tuurlijk heb ik nodig een bijl. 1, 2, 3, 4. Crafting table. Bam. Hij gaat goed. Zo zie je maar. Doorzettingsvermogen wordt beloond, jongens. Doorzettingsvermogen wordt beloond. Daar gaan we. Ik heb saplings ook nodig trouwens, bedenk ik me nu. Heb ik schaar meegenomen? Ja, die heb ik. Gelukkig, saplings heb ik namelijk ook nodig voor mijn muur. Zo, of saplings. Vines heb ik nodig. Got it. Hier ben ik happy mee. Hier ben ik happy mee. Ik ga deze boom inklimmen en deze boom die gaat met mij mee. Echt waar, deze boom gaat helemaal eraan. Uiteraard is er een skeleton. Ho, 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 ho. Ik ga even een andere boom pakken. Als ik daar was ingevallen, dan was ik schreeuwend gek geworden. Dat had ik niet tof gevonden. Echt niet.
als dat gebeurd was. Ho. Dat had niet tof geweest. Deze moet ook weg. En ik wil in ieder geval saplings hebben. Zodat ik ze thuis kan maken. En dit is hetzelfde verhaal als die dark oak woodbomen. Ik heb minimaal 4 saplings nodig. Minimaal 4, anders dan kan ik niet thuiskomen. Dan heeft het namelijk geen nut. Blijven de boom hangen. Kijk, daar zijn die jungle lianen er wel handig voor. Dat je gewoon die boom in kan klimmen en die boom van bovenaf naar beneden kan hakken. Zouden meer bomen moeten hebben. Dat is een goede functie. Ik ben nog steeds blij, jongens. Ik heb een jungle! Precies wat ik hebben wilde. En nog niet eens zo heel ver van huis af. Want ik zit nu op min 300 nog wat. En wel, mijn zet is dan wel hoog, maar die kan ik op zich wel weer teruglopen. Dat is geen probleem. Ik ga gewoon deze hele jungle omhakken. Die complete jungle is voor mij. Dit is my life. Dit is the jungle. En ik laat deze junglebomen gewoon eens vliegen, hoor. Dat boeit me echt even helemaal niks. Ik moet gewoon hout hebben. Dat is wat ik hebben moet. Dit is my life. Deze jungle. This is my life. Ik ben hier zo blij mee, jongens. Ik hoop dat deze aflevering een record aan duimpjes gaat halen. Ik hoop het echt. Gewoon puur vanwege doorzettingsvermogen. Zo zie je maar, als je maar doorgaat, krijg je uiteindelijk toch wat je hebben wil. Je moet gewoon een beetje doorzettingsvermogen tonen. Oh, geef hier. Dank u. Als je dat niet doet en je geeft op, nou, dan krijg je uiteindelijk niet wat je hebben wil. Levensles op Vaco Games. Ik denk dat dat toch best wel iets zou kunnen worden. Lessen met Vaco. Levenslessen met Vaco. Dat zou best wel wat kunnen zijn, eigenlijk. Ah, nee, dan word ik een tiener-account. Moeten we niet hebben. Hoppakee. Zo. Heb ik ondertussen al saplings? Nee. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jungle leaves. Waarom zou ik jungle leaves willen hebben? Ik wil saplings, dat is wat ik wil. Jungle saplings, waarom krijg ik die dingen niet? Hop. Hop. Appel, ja, leuk. Leuk, appels, echt heel tof. Maar niet dat ik zoek. Hop. Het wordt trouwens bijna weer donker, dus ik moet heel erg uit gaan kijken. Zo, heb dan even ergens een hutje bouwen. Een hutje in de jungle. Ha, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Kan je zien dat ik blij ben? Ik vind dit tof. Na al die tijd, na al die moeite, krijg je uiteindelijk toch je beloning. Zo werkt het. Hop, 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 hop. Wat een diep gat. Woehoe. Dit is een diep gat. Een diep gat. Ik ga een hutje bouwen. Hier kan ik ondertussen wel even extra fakkels van maken. Hop, dat scheelt me in ieder geval weer een extra ruimte. Jij kan even weg. Pijlen heb ik niet nodig. Heb ik nog hout? Ja, maar niet zo heel veel. Nou, weet je, dan pakken we dit. Daar zo, hup. En dan maak ik hier even een hutje van. Even tijdelijk, gewoon even snel. Even een vlug hutje. Hoppa, bloempjes even moven. Daar, 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 daar. Hop, 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 hop. Takje erop. Bam, bam. Lampje erin. Bloemetje erbij. Helemaal gezellig. Ja, toch? Gezellig huisje. Waar is mijn bed? Ben ik de vorige keer serieus mijn bed vergeten? Oké, wauw. Nou, dan maken we maar weer even een nieuwe. Hè? Dan maken we even een nieuwe. Zo. Zetten we jou in het hoekje neer. Jou pakken we weer op. Doen we er 1, 2, 3 bovenop. Kijk, en dan hebben we toch geluk dat we de vorige keer meer wol hebben meegenomen dan dat we eigenlijk nodig hadden. Hop. En slapen. Maar dan hebben we toch nog weer een bed. Ja, toch? En dan gaan we morgen lekker verder met hakken. Zo. Hak. Hak. Geef mij jungle saplings. Die heb ik ook heel hard nodig. Misschien dat ik zo'n hele grote boom maar eens even weg moet gaan hakken. Gewoon omdat daar de kans dat daar een jungle sapling spawn wat groter is. Zo, dan gaan we... Ja, ik heb er één. Hey, ik heb er één. Hey. Ik ben happy. Ik ben blij. Deze boom is wel moeilijk weg te halen trouwens. Dat vind ik dan weer wel. We gaan helemaal naar boven. En dan hakken we gewoon helemaal naar beneden. Zo werkt dat. En dan krijgen we vanzelf weer saplings. Wat een gigantische boom is dit. Deze boom lijkt veel groter dan dat het een normale boom is. Een normale jungleboom. Misschien is dat ook wel zo. Wegenbeend als ik nou naar beneden geschoten word door een skeleton. Ik moet mijn coördinaten even zien. Oké, nou dat is best wel te doen. Hop. Hop. Oké, nu de laatste rest van deze boom.
wel. Oh, het gaat nog door, daarboven. Hup. Nog een klein stukje hoger. Dan hebben we die complete boom mee. En deze moet dus gaan despawnen, dat is de bedoeling. Wauw, wat een mooi uitzicht vanuit mijn jungleboom. Ik ben happy. Ik ben happy de peppy. Happy de peppy. Happy de peppy. Doet-ie. Kijk daarbij, ja dat kan, dat is mooi. Daar, nog meer hout, ergens daarboven misschien. Kijk eens dat die despawnt hoor, die boom. Maar hij is aan het despawnen, hè? Ja, hij is aan het despawnen, mooi. Oké, boom, you're mine, dank u. Dan kunnen we deze gewoon weghakken. Dan gaan we helemaal naar beneden. En dan wachten we gewoon totdat de saplings naar beneden komen donderen. Zo werkt dat. Het gaat alleen wel een beetje langzaam. Een beetje tempo, boom. Kom op, een beetje tempo maken. This is my boom. En ik hak hem om. En this is my boom. Gaat niet echt heel vlot, hè? Jij moet even move. Ik kan liever hout gebruiken dan botten. Hout kan ik tenminste nog ergens voor gebruiken. Die botten die gebruik ik eigenlijk niet meer. Ja, misschien om hondje blij te maken thuis. Bij de Minecraft kasteel ding. Dames kan ik hem misschien nog voor gebruiken. Maar verder niet echt. Nee toch, je weet zelf. Want je heeft al genoeg botten gehad de afgelopen tijd. Waarom pakt hij die stukken hout niet op? Dat is niet cool, dat is niet heel erg tof. Heb ik al saplings? Nou, nog één. Ik heb er maar één. Hoeveel bomen heb ik ondertussen omgehakt? En maar één sapling, dat is niet tof. Ik moet meer saplings hebben. Want ik kan niks met één sapling. Eén sapling laat geen jungleboom groeien. Dat laat alleen maar zo'n heel klein boompje groeien. Ik wil zo'n hele grote. Zodat ik lekker makkelijk hout kan pakken. Dat is mijn doel. Mijn bijl gaat er trouwens ook weer bijna aan. Dan zal ik de laatste rest met mijn hand moeten doen, denk ik. That's what she said. Dan gaan we dat met een bot lopen mappen. Nou ja, oké, is goed. Het is maar het laatste kleine stukje. Laatste kleine stukje, dat moet kunnen. Shit, die boom is niet aan het despawnen. Foutje. Foutje, bedankt. Foutje, moet kunnen baas. This is my life. Dit is mijn boom. This is my life. Hop. En als deze boom weg is, dan gaan we even op de grond speuren naar saplings. Want die moeten gewoon ergens zijn. Ik kan trouwens met deze bomen, met deze blokjes onder de grond door glitchen. Ik kan precies zien wat eronder zit. Handig. Maar niet echt nodig, toch? Pas één sapling. Waarom zo weinig? Waar zijn al die saplings naartoe dan? Ik heb meerdere bomen compleet omgehakt. Waar zijn al die saplings gebleven? Hallo. Saplings. Ik heb er meer omgehakt. Waar zijn ze? Komt er echt geen één sapling naar beneden donderen dan tegenwoordig? Zijn die bomen zo gierig? Nee, toch? Hallo. Boom. Heel apart. Ik zou toch zweren dat die boom aan het despawnen was. En als bomen despawnen, dan laten ze toch altijd saplings vallen, of niet? Wat is dit? Is deze boom kapot of zo? Zijn er eens een stukje verderop? Dat zou kunnen natuurlijk. Dat ze een stukje weggewaaid zijn. Ik denk het niet, maar... Als ik nou gewoon eens met deze schaar zo ga doen. Krijg ik daar saplings van, of niet? Nee, alleen maar blaadjes. Ook leuk. Oh nee, kijk hier, wel een sapling. Ja, oh wat, het is een ander soort sapling. Wacht even, dat is een heel ander soort boom. Ook sapling. Oh, dat verklaart een heleboel. Het zijn hele andere booms. Kijk, dit zijn de saplings die ik zoek. Die. Moet die wel op de grond vallen natuurlijk. Moet die niet hier in de boel glitches even niet. Stom stuk digitaal data ding. Kijk, daar ligt hij hier, maar daar wilde hij niet komen. Nee. Nee, zeg. Ik ga gewoon nog zo'n grote boom pakken. That's what she said. Kom op. Oké, luister, je gaat nog een grote boom pakken. Deze boom is groot. Dus die is voor jou. Deze kan je omhakken. Dit is mijn boom vanaf nu. Kom op, weg met dat ding. Kom op. Kom nou. Waarom duurt het zo lang? Ja, hè. Ik wil hierop. Kan dat? Waarom kan dat niet?
stomme scheidboom. Waarom kan ik die zeppeling niet oppakken? Ik wil die zeppeling hebben. Nu. Hij glitst van boven naar beneden, maar niet goed. Misschien dat hij beter opgevangen moet worden. Nee. Stomme jungle. Ik dacht dat deze jungle makkelijker zou zijn. Dat is hij dus absoluut niet. Ik moet een nieuwe crafting table hebben. Want ik moet een nieuwe bijl maken. Want ik moet en ik zal extra jungle saplings meekrijgen. 1, 2, 1, 2. Dan maar eventjes met een houten pickaxe. Of met een houten bijl. Het moet maar. Bij gebrek aan beter. Hop. Zo. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst een nachtje slapen. Zometeen. Dan ga ik morgen 2 van die grote bomen omhakken. Zodat ik zeker weet dat ik saplings naar beneden zie vallen. En dan gaan we daarna terug naar huis. En dan gaan we alle saplings planten die we gevonden hebben op dit avontuur. Lijkt mij heel goed. Ik hoop dat jullie er morgen weer bij zijn, Vaco Gamers. Want we hebben dus morgen een heleboel te doen. Ik zie het ondertussen alweer bijna donker worden, dus ik ga zo lekker slapen. En ik zie jullie hopelijk ook morgen weer terug bij meer Minecraft Survival hier op Vaco Games. Mazzel!